Goedemorgen. Fijn dat je weer kijkt. Goedemorgen. We zijn op pad. Pont de Lima, daar vertrekken we. En het wordt vandaag het is een hele blauwe dag. Dus het ziet er mooi uit qua weerbericht. We moeten de berg in. Dus dat schijnt wel een van de zwaarste dagen te zijn van de Camino. Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval de ochtend is zo super om zo langs de kade te gaan. De kade te lopen, daar is trouwens de brug. Pont de Lima, 1100 is de fundering gelegd. 1125. Door Teresa. En Teresa was de vrouw van de toenmalige koning van Portugal. En toen heette het nog geen Portugal. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nou, ik wou zeggen. Dat weet je dan weer. En dat heb je dan ook meteen weer meegekregen als je onze vlog volgt. Goed, we gaan de brug over. En we schijnen daar verderop, dus de berg in het moeten. We moeten een beetje zo linksaf. Nou, we zien je wel. Nu pas. Ik zag er niks van. Wat? Horloge. Nee, neem het toch niet helemaal op, nee, dat is waar. Nee, dat klopt. Mijn horloge. Hele mooie Samsung. Die houdt de Camino niet vol. Ik wel. Horloge niet. Want twee derde van de wandeling stopt hij ermee. Batterij leeg. Dat is wel jammer. Want de GPS van zo'n horloge is echt perfect. Dus je ziet echt alle kleine weggetjes die je loopt. En dus ook echt de juiste afstand. We nemen het ook op met Komoot. Maar Komoot die heeft een minder goede GPS. Dus zeker als je in die berg of in die dorpjes loopt, maakt hij er eigenlijk een rechte lijn van. Waardoor je qua kilometers nooit precies weet hoeveel je gelopen hebt. Nou is dat natuurlijk ook niet zo heel belangrijk. Het is belangrijk dat je loopt en nou ja, dat je het ervaart. Maar ik vind het ook wel leuk om te weten hoeveel dat nou precies was en hoe snel ik dan ongeveer ging. Maar ja, de juiste apparatuur hebben we daar dus nog niet voor gevonden. Maar dat, er komt vast in de toekomst een horloge die het gewoon een dag volhoudt of twee dagen. Maar deze houdt het gewoon nu tot een uur of één vol. Interessant, hè? Ik moet een beetje op de weg letten. Ja. Volgens mij lopen we hier op een oude middeleeuws pad. Waar ook water normaal ook langstroomt. Dus ik kan wat minder in het beeld kijken, maar ach, die kop ken je wel. En Ella had je volgens mij nog niet gezien. Dus die zit er nu extra goed op. We lopen door, wat is het, de landerijen. Wel tussen die twee hoge muren in. En zijn dus op weg naar boven. Of tenminste, ja, dit is nog lekker vlak. Weet je wat het is? Het is zo moeilijk vast te leggen allemaal. Ja, Ron, dat is het ook niet. En, ik kan het ook niet aan iemand uitleggen. Nou, dat probeer ik nu. Oh. Ja, ik zeg dus net, ik kan het bijna niet uitleggen. Nee. Nee, want het is... De omgeving is echt prachtig. Ja. We lopen door die dorpen heen, watertjes hier, je ziet er alles. We kunnen er een glimp van op het beeld zetten. Precies. Maar je ruikt het niet. Je voelt de warmte niet. Maar het is, het is in ieder geval heel bijzonder om dit te doen. Nou, dus ik kan het niet beter zeggen, om het maar zo te zeggen. Dan loop je weer tussen, hier zijn dan weer de wijnranken. Dan loop je weer door een
een bossage heen. Ja, moeilijk uit te leggen. Kijk eens eventjes. Eventjes het idee. Zo, mega naakslak zeg. Jeetje, wat is die groot. Ah, hij neemt zijn tijd, net als wij. Hij heeft een bepaald loopje met de honden. Het is wel een aparte. Ja. Ik zie daar toch een beetje een mulder in terug. Hoop honden beneden. Hopelijk lopen ze niet los. We kijken wat een donkere dennenbomen hier. Echt heel donker. Er komt bijna geen daglicht doorheen, zie je dat? Er groeit dus ook helemaal niks onder. Wauw. Echt een mooi bospak. Zeker. Super mooi hier. Moet je kijken. Moet je zien. Oh. En dan loop je daar zo lang. Ik voel me even. We zijn op zoek naar dat koffietentje, wat er meestal niet zit. Maar je loopt nou wel over de shit heen. Dat is er dan weer wel. Ah, maar dat is mest, hè? Dat is mest, ja. Mest voor de zolen. Dan kunnen ze weer even door. Een onaardige spot in. Dit is het huis wat je aan het bouwen bent al? Een stukje heb ik land gekocht. Ik laat het hier verrassen aan de rivier. Oh, ook aan de weg. Dat is dan een beetje jammer.
niet. Die kant. Arco. Oh, daar is een cafeetje. Ja. Oh, wat lekker. Misschien is er wel een stoel. Past. Ja, hier. Hey. Ja, we staan vlak voor de grote klim. We hebben even verfrist. Eventjes wat gedronken. Een klein beetje gegeten. En zo direct gaan we aan de bak. Ik ben er klaar voor. Wat? Dat zeggen zij van het lopen. Ja, dat kunnen zij van het lopen, ja. Ja. Zij zijn het vast wel, hè. Ja, El. Zou stout zijn, toch? Gingen de fietsjes ons net voorbij. Ja. Nu hebben ze er ook problemen mee. Ja. Kijk. En dan hier, hè? Daar heb je het kleine dieseltje. Naast ja. Ons. Ja. Het is echt stijl. Dit is wel stijl. Het is geen moeilijke weg. Nee. Of in ieder geval. Nou, het is asfalt. Het is asfalt. Maar het is wel... Nou, hoeveel graden? Heel veel graden. Heel veel graden. En... Met wat extra gewicht op je rug. Druk daar toch wat. Echt wel. Oeh. Maar goed. Geen resultaat zonder inspanning. Wou ik zeggen. Holy crap. Ja, we zitten hier een kleine daling in. Mensen hier, hè? Ja. Ah, zo. Ook dat zijn de pelgrims. Sommigen, ja. Sommigen, ja. Van toen. Kijk. Mooi, hè, zo'n dorpje. Daar in de verte. Oh, wat mooi, zeg. He, he. Prachtig. Af en toe moet je even stilstaan, hè. Je bent bezig met de weg en zo. En het lopen. Maar ja, hier doe je het voor. Hier doe je het voor. Zo, die bloemetjes. Ik film het maar weer een beetje. Hè? Ik zeg, ik film het maar weer even. Want dit is geen vlakke weg. Poeh.
Jongen, jongen. Ja, zijn mensen blij dat ze hier boven zijn? Oh, sorry. Oeh. Nou, dan gaan we weer. Ja, we gaan weer verder. Oh ja, die varens. Jack and Jill went up the hill, had a little fun. Nou, dat soort fun moet ik nu niet denken. Ik wel hoor. Jij wel? Altijd. Altijd. En daarna de bergschoenen weer aan. En, ja hoor. Oké. Okay. Nou. Wie weet. Goed gaan. Ja. Ja, dit steentje hier, dat ligt er voor Mirel. Ze wil maar Sjaal heersen naar Australië. Wat wil je het aan? Nou, daar loopt hij. Daar loopt hij. Nou, is het niet takpad dan? Nee. Nee? Er staat volgens mij achter jou een pijl. Ja. Ja. Het is, het andere ziet er meer belopen uit en makkelijker. Ja, maar dat gaat weer terug het dorpje in, hè? Je moet hier echt naar boven toe. Ja? Echt waar. Oké. Maar, het is wel een beetje een uitdaging dit. Hè? Hoppa. Ik zeg maar, dit is wel een beetje een... Een uitdaging, dit stukje. Kijk al daarboven. Zie je daar een gele pijl? Ach, die arme vrouw. Ja, die is er nog lang niet. Nu daar komen ze weer een moeilijke route. Nou, weet ik niet. Ja.
de top bereikt. En even de schoenen uit, de sokken uit. Even luchten. Sokken weer drogen. En de voeten doen het goed, moet ik zeggen. Het gaat best wel lekker. Nou, ik zie weer een paar bekenden aankomen. Leuk. En laten we hopen dat dit een gestage trip naar beneden wordt in plaats van nog verder omhoog. Maar we zien het wel. Nou, dit is nog eens een pijl. Hier langs allemaal bomen waarbij ze een stukje van het schors hebben afgehaald en het hars uit de boom laten lopen en dan hangen ze een zakje onder. En heel die bomen die hebben dat. Ja, het zal wel ergens te dienen. Ja, er zitten ook witte klokken in of zo. Ja. Nou, we zijn nog slechts 1,5 kilometer verwijderd van onze rustplaats. Maar we kwamen een tentje tegen. Nou ja, en we hadden wel trek, dus we gingen wat eten. Lekker een raadletje voor alle verfrissing. Iedereen die je onderweg hebt zien worstelen, die zit er ook. En ze zijn hier allemaal. Dus superleuk. Ruby Ice. We zijn er. Nu nog op zoek naar de Quinta waar we verblijven.